hoi allemaal, maar weer even op z'n ouderwets, want anders dan denkt iedereen dat we in een Engelse camper rijden als we hem op de selfie kant zetten. Ja, dat was even een foutje, hè? Nou ja, foutje. Je ziet het wel meer, dat ze dan in één keer in spiegelbeeld zitten. Ja, wij dus ook, maar wij ook, dus we kregen de vraag of we een Engelse camper hadden. Nee, hebben we niet. Waar zijn we naar onderweg? We gaan bij onze vriendjes aan de andere kant van de weg, daar loopt de Maas. En als het goed is, kan je hem daar lekker langs de Maas zetten. Dus dat gaan we eventjes kijken of dat we daar kunnen komen. Alleen dan weet ik niet. Het was het weggetje achter die bomen, als het goed is. Hier moet je ergens naar links, zie je? Maar is dit het al wel dan? Ja, als het goed is wel. Het staat hierop. Moet passen, alleen er moet er geen een aankomen. Gas! Gas op die lolly! Ja, hoppa! Gas op die lolly! Het is inderdaad te hopen dat het hier is, want anders heb ik geen idee waar het heen leidt. Maar het moet kunnen. Kennet! Volgens Roos staat er wel eens vaker een camper. Ja. En daar heb je toen ook een foto van geappt. Maar ja, van de verte was het niet te zien wat voor camper dat het was. Dus, kijk eens. Hier, hoppa. Nee? Nou, kijk eens. Man, geweldig dit. Past. Zo, de camper staat. We staan lekker aan de Maas, aan het water. Het is hier alleen een recreatieplek, dus je mag hier niet overnachten. Maar goed, dat maakt niet uit. Hier in de buurt heb je camperplaats Roland en hoe heet die andere? Bos en Hei? Ja. Die zitten hier allemaal in de buurt, dus we gaan Mozes even proberen te laten zwemmen. Wel eventjes waterschoentjes aandoen hier, want er liggen aardig wat steentjes. Hij vindt het niet zo fantastisch, maar goed. Eens moet de eerste keer wezen, toch? Schitterend uitzicht, lekker rustig. Wij zijn de enige camper die hier staat. Voor de rest komen er af en toe wat mensen een beetje picknicken, hondje uitlaten, hondje laten zwemmen, want het is 35 graden op dit moment. De sunblokken die we een paar maanden geleden gekocht hebben, komen prima voor pas nu. Hier staan we dus, aan de Maas in Afferden. Nou, zo zie je ook gelijk vandaar onze naam op YouTube, hè? Adria on Tour. Maar goed, dat zou jullie wel doorhebben. Maar ik had zoiets van, dat is lekker makkelijk. De Adria on Tour. Zo, zit je lekker? Ja. Ideaal, hè? Warm. Ja, het is een beetje warm. Het is gelijk 35 graden of zo, hè? Als, ik denk nog wel warmer zelfs. Ja, maar dat komt omdat je mij ziet nou. Ja, nou nog. Hoe heet dat? Moosje ook lekker een klein beetje in het water geweest. Dus is ook afgekoeld. Ja, dat is wel goed. En hij ziet er lekker uit. Hij is lekker schoon. Nou, we hebben vanmiddag aardig in de files gestaan hier naartoe. We zitten dus inderdaad in Afferden. Dus bij Gennep en Heijen en dat soort plaatsjes allemaal in de buurt. De bedoeling is dat we dadelijk richting een camperplaats gaan. Kijken of daar een plekje is. Want wij hebben zoiets van, ja, waarom zou het risico nemen om hier te gaan overnachten?
Ja, terwijl dat niet mag. Dus gaan we gewoon op camperplaats staan. En morgenochtend gaan we gewoon weer hierheen. En kunnen we ja, heerlijk aan het water zitten. Dus dat is eigenlijk een beetje het plannetje. Het kan natuurlijk nog wijzigen, maar ik denk het niet. Want ja, morgen wordt het weer onwijs warm. En dan is het toch altijd wel lekker vertoeven aan het water. Ja, fietsen gaan we niet doen. Mozes aangereden. Ja, inderdaad. Fietsen gaan we niet doen. Want... Van de week heb Moos even een paar salto's gemaakt. Onder een racefiets. Ja. Moos werd aangereden door een racefiets. Ja, Natas ging hem uitlaten en een racefiets is volgas tegenaan. Dus Moos een aardig wat salto's gemaakt. Uit voorzorg toch naar de dierenarts gegaan. Want je weet nooit of er inwendig wat aan de hand is. Hij heeft allemaal kneuzingen. Ja, hij zit vol met kneuzingen. Zit ook onder de pijnstillers. En het is nu 3 dagen geleden gebeurd. Het is nu vrijdag, woensdag. Woensdag gebeurd. Ja. Op zich gaat het wel redelijk. Alleen Vandaag heeft hij geen pijnstilling. Nee, het nadeel van Moos met zijn pijnstilling is dat hij daar ontzettend misselijk van wordt. Dus dan heb hij dat weer. Dus we hadden zoiets van, we zijn 2 of 3 dagen verder. We gaan het eens zonder pijnstilling proberen. En dan kijken hoe of wat. Je ziet natuurlijk zelf van je hond wel wanneer dat hij pijn heeft of zijn eigen niet lekker voelt. Maar dat is gelukkig tot op heden nog niet het geval. Dus zonder pijnstilling, niet misselijk en gewoon lekker met het campertje weg. Ja, maar om dan nog, hoe lang? Weet ik veel. 2 uur met zo'n beestje in zo'n fietsmandje te gaan zitten, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we zeker niet doen. We gaan lekker relaxen dit weekend. We gaan dadelijk naar de camperplaats waar we al meerdere keren zijn geweest, maar goed, dat laten we wel zien vanavond. Zo, lekker rustig hier op het plekje. We hebben voor de verandering maar de barbecue weer eens aangestoken. Ik ben namelijk gek op barbecue. Moos heeft zoiets van, klinkt goed? Hè Moos? Ja. Kom niet bij de poncho. Hè? Nee, inderdaad. Je kon niet bij de poncho. Was wel een goede tip trouwens, hè? Ja, maar hij zit in de fietstas, dus dat schiet niet op. Met dit weer heb ik daar niet zoveel zin in. En gezond. Wat? Nou, dit. Kijk eens. Oh, je groenvoer. Lijkt wel een konijn tegenwoordig. Ja, en gezond. Een hele bak met groenten. Ja. Je zou het niet zeggen, maar hij is echt waar. Het is bloemkoolsalade. Bizarre salade van bloemkool. We gaan het meemaken. Eet smakelijk. Eet ze. Zo, het is ondertussen 8:30. We hebben net lekker even een bakje koffie nog op. We hadden natuurlijk gebarbecued zoals je gezien had. We hebben afgewassen. En nu gaan we naar onze slaapplek. En Roos had wel gezegd, zet hem maar bij ons neer. Maar we hebben zoiets van, vannacht gaan we even naar Roland. Kennen we nog even een klein stukje met Moos door het bos heen. En dan gaan we morgen lekker weer terug naar waar we nou geweest waren. En dan morgenavond gezellig bij onze vriendjes op de barbecue. Nou, voor de mensen eigenlijk die onze filmpjes volgen, komt dit wel bekend voor. Onderweg naar Roland. En dat bord met rij rustig voor de stof staat er nog steeds niet. Dus zo te zien valt het mee. Dus achter je kijken. Je ziet niks meer. Nee, kijk jij even je achteruit kijken. Spiegel. Plek zat. We gaan eventjes water tanken en dan gaan we een plekje zoeken. Gearriveerd dus op de camperplek. Eventjes het een en ander aan water vullen. Dat heb je ook wel nodig. Nou ja, je hebt het misschien al eerder gezien in de vorige filmpjes. Dit is dus het servicepunt voor de camper. Hier kan je je cassette toilet legen. Schoon water tanken. En vuil water kan je hier ook weer lozen.
niet zo overdreven druk. Er is nog plek zat. Hier gaan we lekker overnachten en dan morgenochtend weer lekker terug. Nou, we zijn gelijk bij even een wandelingetje gaan maken met Mosie. Kijk, daar lijkt Mosie. Even kijken, kijk, daar gaat hij. Gaat op zich wel goed. Aardig zo, hè, zonder pijnstilling. Ja, gaat goed. Alleen de camper in. Ja, dit is natuurlijk zo'n truttenballonnetje. Dan deed hij het even wat voorzichtig. Totdat we nou net zeiden van kom, we gaan het bos in. Toen vergat hij het eventjes. Ja, even gas erop. Toen was hij binnen 2 tellen was hij binnen. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hoppie hoppie. Nee, maar leuk. Kijken of we nog wat beestjes gaan zien. Het gaat schemeren. Het is 9:30. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is 10:00. We hebben heerlijk geslapen. Ondanks dat het warm was, viel het toch wel mee, hè? Ja, ik slaap soms thuis rotter als nu in de camper. Nou, we hebben airco thuis. Ja, dat is waar. We zijn een klein beetje verwend. Beetje. Ja. Hey, we waren hier op Roland. We hebben een nachtje gestaan hier zonder stroom. Wel met Moos, wat moest je betalen? €13,40? Ja, dat is inclusief toeristenbelasting dan. Ja. Maar ja, dat hebben, als het goed is, hebben jullie dat al eens gezien in een ander filmpje. Ja, daarom gaan we niet te veel hier over Roland hebben. Nee, want we hebben de camperplaats al eens laten zien. Dus ja. We gaan nou dadelijk weer lekker terug naar de Maas. We gaan weer aan de Maas staan, waar we gisteren waren. Kijken of er nog een plekje is. Zo niet, dan rijden we gewoon de Maas af en dan zien we wel. En dan vanavond dan, gaan we naar onze vriendjes en dan zetten we hem daar neer, gaan we barbecuen en dan slapen we daar. Dat doen we. Nou, je ziet ons straks bij de Maas. Doei doei. Doei. Nou, zoals je ziet staan we op een ander plekje. We hebben hem bij de pont neergezet, het plekje waar we gisteren waren. Het was een beetje druk. Ja, het was onwijs druk al. We waren natuurlijk niet zo vroeg. Ja, het was onwijs druk met auto's. Maar goed, het is ook altijd wel leuk. Heb ik tenminste wat te zien. Er zijn ook wat vissers bezig. Even kijken of we die kunnen spotten. Kijk daar. En het gaat er ons om dat je gewoon lekker in het windje kan zitten. Maar nogmaals, ja, met een pontje heb je tenminste wat te zien. Er komt van alles voorbij varen hier. Dus. Genoeg te beleven. Mooi, mooi, mooi. Oude trekkerparade komt voorbij. Leuk geluid. We staan hier dus aan de Maas. Nou, wat zien we voor de pont staan? 2 trekkers met van die woonwagens erachter. Schitterend, heel leuk om te zien.
Zo, goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag 9 augustus. We zijn weer gelukkig wakker geworden. Het zonnetje schijnt al volop. En ja, we hebben gisteravond niet meer gevlogd, want gisteravond hebben we lekker bij vrienden gebarbecued. En ja, dat is gewoon heerlijk, heerlijk geweest. We zijn om een uur of 11 naar bed gegaan. En ja, de plaats waar wij nu staan bij die vrienden, dat is ja, denk ongeveer 5 minuten van Roland vandaan, de camperplaats. We hebben gisteren dus, zoals je gezien hebt, aan de Maas gestaan bij de pont. Lekker wezen zwemmen. Zoals ik al zei, gisteravond lekker gebarbecued. En ik zou eens even een klein stukje draaien, dan kan je zien hoe we staan. Ik weet niet of je dat kan zien door de zon. Kijk, dan staan we hier gewoon zo. Lekker in de tuin. Dan tas je dan een bakkie. Even wakker worden. Dan gaan we dadelijk nog even naar binnen. Campertje opruimen. En dan gaan we weer op weg naar huis. Het was een weekend anders als anders. We hebben ja, een relax weekendje gehad. Ook voor Moos, ook voor onszelf. En vanaf volgende week gaan we op vakantie 2 weken. We gaan denk ik ja, richting Luxemburg, Frankrijk. Maar goed, dat gaan jullie natuurlijk ook zien. Want we gaan van alle dagen gaan we vlogje bijhouden en uploaden. Dus we gaan zien wat er gaat gebeuren volgende week. Doei! Aangekomen op de stalling. Dan is dit ook wel ideaal. Hier heb je dus ook de voorzieningen. Dat je het toilet kan legen. Even naar binnen lopen. Doe je open met je passie. Dus je kan hier je toilet legen. Aan deze kant de slang. Schoon water weer pakken. En om het hoekje kan je je vuil water legen. Ik pak op dit moment even geen schoon water, dat doe ik volgende week wel, eind volgende week voor dan we op vakantie gaan. Dus, anders zit het een beetje te lang in de tank hè, met dit weer. Maar dat is ideaal joh. Nou, gaan we hem dadelijk op zijn plekje zetten en weer richting huis. Oh ja, hebben de mensen nog tips, omdat we natuurlijk naar Luxemburg gaan en Frankrijk. Heb je nog tips of leuke camperplaatsen, zet het in de opmerkingen. Dan gaan wij eens kijken wat we ermee gaan doen. Wie weet zitten er wel hele leuke dingen bij. Ja. Zo, het weekend zit er weer op. We hebben een super lekker weekend gehad. Anders als anders eigenlijk, maar goed. Anders als anders. Maar ja, dat is nou eenmaal zo. Het was gewoon te warm. Even een relax weekendje. Even een relax weekendje. Het was te warm. Emotie was natuurlijk aangereden. Ik moet eerlijk zeggen, hij is... fysiek eigenlijk heel goed. En hopen dat hij mentaal ook een beetje opknapt. Maar dat heeft bij hem even tijd nodig. Nou, ja. Dan was hij eigenlijk. Dan was hij. Nou, zoals je ziet, vorige week kregen we dus ook de vraag, hebben jullie Engelse camper? Maar ja, aangezien ik een nieuw telefoon had, ik ben niet zo van de gebruiksaanwijzingen lezen en doen. Ik ben meer zo van het zelf pielen. Maar ja, dat was dus niet echt goed gegaan. Ja, nu had je goed gepield, want je hebt een knopje gevonden. Ja, nu hebben we goed gepield, maar vorige week hadden we dus de vraag, hebben jullie een Engelse camper? Maar nee, die hebben we niet. Dus, maar als het goed is, is het nu allemaal goed. Dus, volgende week lekker op vakantie, hè? Op vakantie. En mensen, dank je wel. We zitten bijna op de 500 abonnees. Ja, dus dat is ook hartstikke leuk. Ja, dank je wel voor het abonneren. Daar zijn we heel, heel blij mee. En ik heb eigenlijk ook niks meer. Ik wil zeggen, bedankt voor het kijken en tot volgende week. En tot volgende week. Doei doei. Doei.